Surveillante Wesley en Misha zijn gevraagd om assistentie te verlenen bij een autodief die op de vlucht is geslagen. Ze zien de gestolen Mercedes in de verte naderen en maken direct een U-turn om de bestuurder zometeen een stopteken te kunnen geven. Ja, de 9189 zit voor jullie. We rijden in dezelfde richting. We zitten achter ons. Stopteken aan. Je bent er niet eraan. Stop dan. Nee. Ben op gas. De bestuurder komt met hoge snelheid voorbij en lijkt niet van plan zich door de politie te laten stoppen. De surveillanten zetten de achtervolging in. Deze bestuurder is er veel aan gelegen om uit handen van de politie te blijven, want hij scheurt met hoge snelheid door het verkeer. Het is de vraag hoe lang dit goed kan blijven gaan. Ja, komen we zo meteen uit kruising Napoleonsbaan. Euro 22. Ja, rollen nu bij de verkeerslichten hier pijl op links. De bestuurder drukt zijn voorliggers van de weg. Maar veel helpt het allemaal niet, want de surveillanten hebben hem in de peiling en blijven strak achter hem zitten. In een poging zijn achtervolgers af te schudden, gooit de bestuurder zijn auto naar de linkerbaan. Maar de doorgang wordt belemmerd door de vele tegenliggers. En dan dreigt het bijna fout te gaan. Met gevaar voor eigen en andermans leven slingert de Mercedes-bestuurder over de weg. Om deze maniak bij te kunnen houden, is stuurmanskunst en inschattingsvermogen vereist. En dat kun je wel aan de Limburgse surveillanten overlaten, want ze hebben vaker met dit bijltje gehakt. De agenten houden het hoofd koel en zijn vast van plan om deze crimineel in de boeien te slaan, die ondertussen het dorpje Baarlo binnenrijdt. Opnieuw rijdt de man recht op zijn tegenligger af en het is aan de oplettendheid van deze cyniek bestuurder te danken dat er geen ongelukken gebeuren. De vluchtende crimineel zet alles op alles. De bestuurder van deze bestelbus weet een botsing te nauwe nood te voorkomen. De autodief rijdt ondertussen met hoge snelheid op een kruising af. Met een scherpe stuurbeweging weet hij zich maar net voor het wachtende verkeer te persen. Rijd er nu bebouwde kom uit, Balo. We zitten nog achter het voertuig. De Mercedes-bestuurder lijkt elke realiteitszin te zijn verloren. In een brute poging de surveillanten af te schudden gaat het bijna fout. Hier ziet u nog eens hoe de bestuurder zich tussen twee voertuigen doormanoeuvreert en de tegenliggende vrachtwagen maar nauwelijks weet te ontwijken. Deze idiote inhaalactie was kantje boord en de surveillanten nemen net iets meer afstand om ongelukken te voorkomen. Wij willen volgen, wij zijn sneller. En dan lijkt de bestuurder voor een nieuwe tactiek te kiezen, want hij houdt plotseling in. De surveillanten houden alle opties open, want deze crimineel is tot alles in staat. Ja, hij rijdt erg rustig. We zitten er met twee auto's achter. Let op, dat er niet op de rem gaat. En dan gaat het gas er weer op. De Mercedes-bestuurder ziet kennelijk een vluchtmogelijkheid naar de snelweg en maakt zich op voor weer een aantal halsbrekende toeren. De 91 zit op de A73, 43,8. Oh, maar dat heb ik niet op de rem. Ja, dat is ontvangen. Hij belt Grubbenvorst Eindhoven. Ja, heeft hij gepakt Grubbenvorst Eindhoven. De bestuurder vraagt het uiterste van de gestolen Mercedes, want hij scheurt met bizarre snelheden door deze 70 kilometer bocht. Dit rijgedrag heeft veel weg van Russisch roulette en het kan bijna niet anders dan dat deze achtervolging vroeg of laat dramatische gevolgen heeft. Het nietsvermoedende verkeer wordt rechts over de vluchtstrook ingehaald en daar rijdt de man zijn achterband kapot. Wij zitten nog steeds. Richting grens, correct, rechterachterband, lek gaat nu stoppen. Voertuig stopt nu op de snelweg.
In een ultieme poging aan de politie te ontkomen is de bestuurder uit zijn auto gesprongen, waarna hij met ware doodsverachting de snelweg oversteekt. Desondanks kan de crimineel door de politie worden aangehouden. De gestolen auto met valse kentekenplaten wordt in beslag genomen en de man wordt binnenkort aan de rechter voorgeleid. Ook deze achtervolging is door de Limburgse surveillanten weer tot een goed einde gebracht.